Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en het is vandaag de Moeder Speaker. Woensdag 29 april. De kinderen, mijn kinderen zijn nog maar net terug van hun vader. Die zijn vanochtend, hi, teruggekomen om 8:30. Ze zouden er om 10:00 zijn, dus ik stond nog in de pyjama. Beetje jammer, maar goed, hè? We hebben het overleefd. Ja. Ja. Ik heb een aantal dagen niet gefilmd, eigenlijk. Alle 12 dagen die ze bij hun vader waren. Omdat ik gewoon heel veel heb gewerkt en hier in huis heb lopen klussen. Niet echt dingen gedaan heb waarvan ik dacht, dat is de moeite waard of zo. Ik weet het niet. Maar we hebben wel een heel speelhuis ding opgezet. Flashback. Flashback. Maar ik dacht, ik zal ook vandaag even filmen, want Logan kwam terug en die heeft echt een bos met haar. Dus ik vroeg, mag ik mama proberen te knippen? En ik weet, het is waarschijnlijk een heel slecht idee. Maar in mijn beleving is het nu 29 april. Hij gaat pas voor het eerst 11 mei weer naar school, of in ieder geval weer aan het publiek moeten zijn. Dus dan heeft het ook nog wel even tijd om te groeien en dan kan ik even nog een oplossing verzinnen. Dus we gaan het gewoon proberen. Ik zelf wil graag nieuwe oren vrij hebben en hij had het over de bovenkant. Daar heb ik maar niet aan te wagen, want zo heel erg lang is het niet. Het is alleen dat aan de zijkant gewoon heel dik aan het worden is en over zijn oren groeit. De bovenkant valt wel mee, vooral ook omdat ik vorige keer was het heel lang. Voordat hij de laatste keer dat hij naar de kapper ging. En toen heb ik ook echt van twijfel dat hij de bovenkant wat van af moest. Want toen kon hij het helemaal naar achter op zo'n knotje doen. En dan denk ik als de zijkant dan op is. Ik denk dat hij er wel het hoofd voor. Ik denk dat hij dat kan hebben. Maar hij moet nou nog willen. Dus ik ga even kijken of ik hem een beetje kan kortlikken. Dus ik denk, dat wordt natuurlijk voor Stuntel. Dus misschien voor jullie wel leuk om te zien hoe ik het moet doen. Het is voor jullie allemaal. Misschien dat Logan weet wat het is. Wat is dat? Het is een lurf. Een telefoontje. Een lurf. Nee, het hoort bij dit hier zo. Misschien dat je dat weet. Want er staat hier ook genoeg. Wat is dat? Een game. Een gamefoontje. Wat voor? Dat je een beetje moet donk maken of zo? Nee. Ik weet het echt niet. Het is een Wii. We hebben oma de spelletjescomputer gekregen. En kijk. De meeste hebben al een beetje geluid. Kunnen we allemaal spelletjes doen? Deze. Nee, ik heb al een leuk spelletje. Oh, ja, maar deze hebben we ook allemaal. Wat is dit? En Mario Party kunnen we met Mario. Dat zijn de controllers van de spelcomputer. En kunnen we op dansen op de mat met de televisie. En deze heb ik voor Brooke even apart gelegd. Voor Dora. En voor mij. Voor jou hebben we Mario Party. Even kijken. Dat deze. Kijk, met deze. Of hier heeft een vrouw op en deze, want ik vind deze ook heel schattig. Die kunnen we ook proberen. Thank you.
Volgens mij heb ik het best redelijk gedaan. Ja, dit is allemaal die kleine haartjes. Ik ben bang dat ik het helemaal weghaal. Hij had altijd zo'n staartje, die heb ik wel een beetje weggehaald. Deze clean cut. En dat is hier ook. En hier bovenop heb ik eigenlijk natuurlijk niks afgehaald. Maar, ik vind het niet heel aardig. Hoe voelt het? Lekker. Ja? Ik heb het niet zo kort gedaan als de kapper het normaal gesproken deed. Ik vond het een beetje spannend. En ook omdat anders misschien de overgang van de zijkant naar zijn toplaag te groot zou worden. Want ik wil eigenlijk hier ook niet al te veel aan doen. Omdat ik bang was dat ik dat niet helemaal netjes zou kunnen. Het is toch een vak apart. Ik vind het heel lekker. Maar in ieder geval zijn je oortjes weer vrij en ziet het er weer een beetje minder naar die professor uit. Hij krijgt altijd van die fluff haar aan de zijkant. Misschien moet ik dit iets langer moeten laten. Maar goed, hè. Hij heeft hier zo'n inhammetje zitten. Kijk, zo is dat. Het lijkt recht, maar dat hij hier nog een paar van die haren heeft. En dit is hij overal. We gaan het ermee doen, hè? Ja. Goed zo, hier ben ik klaar. Nog wel even hier stofzuigen, want ik was even vergeten dat er een handdoekje bij moest. Oh my god. Als je wil mag ik ook eventjes afspoelen hoor. Doe je nu even een paar dingen, dat ik een paar dingen kan pakken. Ik heb water nodig, laven, een pak. En ik heb een bel nodig om te hakken. Het zo eens kijken. Ga je eerst even afspoelen dan. Ja. Er zitten overal kleine haartjes in. Even andere kleren aan doen. Dat helpt echt niet hoor. Ja, het vlaggetje hoort er ook nog bij. Met een vlaggetje aan. Kan je een vlaggetje eraan vastmaken? Aan de andere kant. Maar wat vinden jullie ervan? Ja! Hier vangen! Nee, die moet je niet vangen. Laat mij maar liggen daar. Mooi. Goed zo. Mag ik ook op de schommel? Ja, hoe ga je dat doen? Ik zou er nog niet afspringen als ik jou was. Ik ondervind weer eens de voordelen van shelf cooking. Want ik was vergeten mijn gehakt eruit te halen voor de gehaktballen voor vanavond. En toen dacht ik, ja, heb ik alvast gehakt uitgehaald voor morgen. Want morgen zouden we spaghetti eten met kipgehakt. Dus noem maar. Kipgehakt heb ik ook alvast uitgehaald. Dat kan ik dan gewoon rullen. En nou ja, de Italiaanse groente is ook nog bevroren. Vond ik ook wel goed. Maar ik kan niet gehaktbal draaien van bijvoorbeeld gehakt nog bevroren is. Dat gaat niet. Dus, daar gaan we nu eten wat we eigenlijk morgen de planning hadden staan. Maar toen vroeg ik het aan de kinderen, wat gaan we dan voor pasta erbij eten? Want we kunnen kiezen uit spaghetti, de elleboogjes en de pennen. En ze waren het roerend over eens. Vanavond eten we spaghetti sliertjes. Dus ja, vind ik wel heel fijn. Ik heb eigenlijk alles op voorraad, dus we kunnen alles kiezen. En hoop dat betekent dat we het ook gaan eten. Want eigenlijk wouden ze soep met brood eten. En ik heb zelf gemaakt aspergesoep als voor zondag op het menu staan. En dat wou ik eigenlijk wel zo houden. Doei! Dan zeg je doei! Waarom zeg jij gedag? Dag niet gedag. Zeg je niet gedag? Dag hoor. Hoi! Oké. En zoals het alweer avond. Ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel gevlogd vandaag. En dat komt eigenlijk ook omdat zodra die kinderen terugkomen van hun vader, dan merk je dat daar een andere sfeer hangt. En tenminste, dat is mijn conclusie. En dat die kinderen heel veel aandacht van mij nodig hebben. Dus ik heb een paar potjes Mario Party met Logan gedaan op de Wii. We zijn een paar keer naar buiten geweest naar het speeltoestel. Vonden ze helemaal leuk dat het nu nieuw is. We zijn een paar keer gewoon een rondje wezen wandelen. We hebben een beetje uitgebreid gegeten. De kinderen hebben meegeholpen met koken. Allemaal die echt momenten dat ik echt denk om even de camera erbij te pakken. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen weer. Tot dan. Nou, zoals jullie zien, staan we weer helemaal ready voor
het ontbijt. We hebben lekkere aardbeidjes gemaakt. Yummy. En we gaan straks beginnen. Wat man. Dat is cute. Goedemorgen en welkom bij deze donderdag 30 april. Het is een hele relaxe dag weer tot nu toe. Ik heb een wasje weggewerkt. Ik zit nu een wasje in. Beddengoed van de kinderen. Ze zijn allebei aangekleed. Brooke de haar is gedaan. Logan heeft zijn kamer aan het opruimen. Dat was echt een bende. En ik had gezegd, als je nou gaat aankleden, goed dat je kamer opruimen. Dan krijg je zo wat meer Roblox tijd. En hij combineert en zegt, mag ik meer tijd? En ik zeg, is je kamer opruimen? Ja. Ik zeg, als ik zo ga controleren. En het is niet zo. Dan pak ik je iPad tijd af. Het is wel heel veel. Ja, maar als het zo opgeruimd is, dan is het toch goed. Nee, ik ga het toch even checken. En is het goed gecheckt? Ja. Is het opgeruimd? Ja, 100%. 100%, oké. Okay. Ga ik even jouw haar doen. En dan krijg je mijn iPad. Maar het is dus een hele relaxte dag vandaag. Pascal is in de schuur nog bezig met zijn bus. Probeert hij de hele stelling direct erin te zetten. En ik ga zo uit het ontbijt pruimen. Probeer de was bij te werken. In ieder geval dan de kinderbedden doen. En er zit nu nog wat in de droger. En dan wil ik eigenlijk ook nog een kinderwas doen. Van alles wat Fleur mee is gedragen hebben. En van Brooke. Eventjes mee was de afgelopen 2 dagen. Wat ze natuurlijk gisteren aan hadden. En was ze meegewerkt hebben terug naar hun vader. Dus ja, gewoon een keuzeldagje. Ik moet wel ook nog wat voor mijn werk doen. Er moet nog een contract verstuurd worden voor een nieuwe organisatie waarmee ik ga samenwerken. En daar moet ik even mijn openstaande diensten ook voor in gaan vullen. En er even naar kijken. En voor de bestaande organisaties heb ik een aantal aanvragen gehad. Dus bestaande samenwerking moet ik zeggen. Dus even kijken dat ik hier wat werk heb. Want voor mij is het tot nu toe ja, vrij dramatisch laag nog. Net als omdat je natuurlijk de komende 16 mei gaan ze pas weer naar mijn vader volgens mij. Dus ja, dan tot die tijd kan ik dus niet werken. En dan blijft het er 5 dagen. En dan is de rest van mij weer bij mij. Dus dat is vrij lastig. Maar goed, we gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Dus dat is plan de campagne voor vandaag. Ik heb ook serieus een to-do-lijstje gemaakt. Want gisteren had ik echt het gevoel dat er niks uit mijn handen kwam. Ik heb echt wel het een en ander gedaan. Maar het voelde niet alsof het echt een geslaagde productieve dag was. Dus ik hoop dat ik dat vandaag dat gevoel wel kan krijgen. Zoe! Gaat echt zo hard? Je gaat heel hard. Nou, volgens mij vind jij de schommel wel heel erg leuk, hè? Ja. Ja. Heb je een hockeybal gevonden? Wat is het nou weer? Wat is dit nou? Mama, ik wil niet zo hard. Ik wil niet zo hard. Als ik net. Ik weet niet. Het is. Waar heb je dat nou weer vandaan? Waar heb je dat nou weer vandaan? Cornel. Dan wil ik het even aan. Maar weet jij hoe Boris daaraan komt van dat oranje balletje? Dat heeft Lois gezoekt en toen ging ze naar bod gooien. Dus toen ging ze naar knagen. Knagen. Gooi Boris los! Los! Los, Boris, los! Maar laat hem niet los hoor. Ja, hij. Thank you.
Dit is erg lang geleden dat ik het heb gedaan. Maar ik heb dus zelfgemaakte, zelfgedraaide gehaktballen in de pan zitten. Ja, ja. Oeh, they're going good. Ik heb alleen geen echte persoonlijke deksel meer. Dus we doen het met deze. Bloemkooltje, gebakken aardappeltje. Weet je het dan? Die? Ja, ik ga deze hokjes hier maar zien liggen. Ga maar zien in je bedje liggen. Mama heeft helemaal een mooi schoon bedje gemaakt voor jou. Ja, maar ik moet erin liggen. Hé, hey, daar hebben we Wally. 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 Where's Wally? Wie is dan? Niet in die stoel. Al die kussens en al die knuffeltjes zo goed gedaan. Oh my goodness. Kom, we gaan lekker een boekje lezen. Ik luister. Oké. Okay. Ze hebben echt... Ze zijn helemaal op, die kindjes. Ze kunnen niet anders dan nu naar bed gaan. Ik heb een klaar. Ik heb een klaar. Op die die balk. Nou, ik heb een klaar slapen. Oh ja, om te slapen. Nou, daar komt het verhaaltje. Nou, ben ik deze video aan het editen en kom ik tot de conclusie dat ik hem helemaal niet heb afgesloten. Nou vraag ik me ook af, vinden jullie dat altijd handig? Of als jullie merken dat de video ten einde loopt, klik je dan ook gewoon al naar de volgende video of naar het volgende filmpje wat je wil kijken. Of kijk je het echt helemaal naar het einde, inclusief een afsluiting van iemand. Hoewel, als je dit ziet en je hebt nog niet afgeklikt, dan kijk je dus wel de outro. Ik ben gewoon zo maar benieuwd wat mensen doen. Anyway, dit was wel het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!